Ik begrijp die vraag. We zijn volop bezig om te kijken of we ons in de winter goed kunnen versterken. En dan moet je eigenlijk denken aan in iedere linie een, een speler. We hebben verleden week ook om tafel gezeten met een aantal sponsoren en wat investeerders met de vraag: is de bereidheid om ook een bijdrage te leveren aan die versterking? En. De kracht van deze club is dat er altijd weer mensen opstaan die de noodzaak zien en die zeggen ja, wij willen een bijdrage leveren zodat we ook in de winterstop het elftal kunnen versterken en de kans op handhaving daarmee laten groeien. Ja, we hebben een, een groot netwerk dat, dat wordt aangeboord. Daar zetten we ook iedereen voor in. Van de hoofdjeugdopleiding en Peter Hofstede, onze hoofdtrainer, het technisch klankbord. Pieter Visser heeft aangegeven dat hij ons wil adviseren. Guus Hiddink levert op termijn en levert daar zijn bijdrage aan. Zo hebben we echt veel mensen rondom de club staan die ons met raad en daad bijstaan en de bijdrage willen leveren. Nou ja, weet je, het is natuurlijk. Wij zijn niet doof en blind tegelijk. En de situatie op het veld, maar ook het commentaar dat ook tot mij komt over dat wat er afgelopen half jaar is gebeurd, dat geeft reden tot evaluatie. Maar dat doen we altijd. Dus iedere week zitten we met elkaar om de situatie van week tot week te bekijken. En januari, februari zullen we gebruiken om elkaar ook grondig te evalueren. En daar moet je ook scherp in de spiegel durven kijken. De eerste inzet is geweest om te zorgen dat er een goede trainingsaccommodatie ko komt te liggen. Dus investeren in velden, twee kunstgrasvelden, betere grasvelden op de Bezelost. Daar is het geld dat de gemeente ook beschikbaar stelt voor, uh, voor bedoeld. Natuurlijk moeten we ook kijken naar de bebouwde omgeving. Dat zullen we ook, uh, zullen we ook gaan doen. Daar zullen in, in direct niet in hele grote mate veranderingen komen. Maar we moeten wel kijken welke noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden. En wat naar de wat langere termijn uh, aangepast kan worden. De vraag is eerder bij me gekomen, die heb ik hier volgens mij ook al wat eerder behandeld. Op dit moment, en laat ik er ook eerlijk over zijn, is dat geen prioriteit. Terwijl we de ontwikkelingen wel volgen. Wij zien dat het interessant is, maar we merken ook dat we de handen vol hebben op dit moment aan het bij elkaar brengen, het dichter bij elkaar brengen van de Jeugdacademie en de Betaald Voetbalorganisatie. En uh, alles op alles zetten om daar de grootste kracht uit te halen en de beste prestatie te leveren. Wellicht op termijn, op dit moment staat het niet in de agenda. Ja, dan kijk ik toch naar de wedstrijden dat we niet het, het spel hebben kunnen geven, de strijd hebben kunnen leveren die het publiek hier verdient en ook wenst. Uh, de wedstrijd die me dan het meest bij is gebleven is de wedstrijd tegen VVV Venlo die weliswaar uiteindelijk nipt verloren we met 1-2, maar waar we eigenlijk over de wedstrijd heen niet hebben kunnen brengen wat wij hier als publiek graag willen zien. Dat vond ik een hele vervelende wedstrijd. Nou, Dat is uiteraard de start van de competitie thuis tegen Feyenoord in die 2-0 overwinning. Maar misschien nog wel meer de wedstrijd eind oktober tegen Excelsior. Waar alles klopte. Waar een fantastische actie van de BT, uh, uh, sfeeractie rondom het 15-jarig bestaan van de BT plaatsvond. Waar de wedstrijd kantelde, waar we uiteindelijk het 4-1 wonnen. Waar echt alles die avond paste: alles. Ja, die blijven het meest bij voor het tweede halfjaar van 2018. Nou, ik hoop dat we erin slagen om inderdaad die versterkingen binnen te halen die de Graafschap naar een hoger plan tillen, tillen in, het, in het tweede seizoen zelf. Dat de kans op handhaving ook toe zal nemen, dat we een elftal zien dat voetbal speelt, dat het publiek hier wil zien. Die verwachting heb ik ook en ja, weet je, daar moeten we met elkaar echt schouders onder zetten, ruggen dicht bij elkaar blijven en zo de tweede helft van, 2000, van dit seizoen ingaan. 2018 was een bijzonder jaar voor de Graafschap. We hebben een promotie meegemaakt, hoogtepunten. We hebben ook hele moeilijke wedstrijden gehad. Op dit moment zitten we ook in een uh, in de periode, kun je wel zeggen, van storm en moeite. Uh, zaak is dan dat we dicht bij elkaar blijven. Uh, voor nu laten we rust nemen. Ik wens u allen iedereen die zich op welke wijze ook verbonden voelt met de graafschap. Hele goede gezegende kerstdagen. We zien elkaar weer in 2019. En ik wens u allen een heel goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toe.